Dan is het tijd voor onze radicaalste rubriek, waarin we net ietsje verder gaan dan normaal en het heiligste huisje van Nederland aanpakken, namelijk de grondwet. De avondshow. Grondwetloket. Grondwetloket. Ja, avondshow. Grondwetloket, waarin we de grondwet onder de loep nemen en waar nodig verbeteren. Soms maak ik het erger, ben ik ook heel eerlijk in. Dus, ik zet mijn speciale grondwetpet op. Bam. Want vandaag ben ik het niet eens met grondwet artikel 51, lid 2. Dat luidt, de Tweede Kamer bestaat uit 150 leden. En dat zijn er te weinig. Ik wil meer Tweede Kamerleden. Want 1, ze doen altijd van die lollige dingetjes die wij kunnen gebruiken in ons programma. En 2... Chris, ja, applaus voor de... 2... Twee, ze redden het niet met z'n 150'en. Kijk, de Tweede Kamer is een burn-out fabriek. Opvallend veel Kamerleden zijn uitgevallen omdat de stress en werkdruk te hoog zijn. Ze vallen gewoon allemaal om. En het zijn niet alleen maar de millennials, hè? Ook de mensen uit de wat stoerdere generaties. Hier, Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren zat 3 maanden overbelast thuis. Rens Ramakers van D66 kreeg een burn-out. CDA'er Harry van der Molen, die had echt een flinke klap van de Harry gehad. Want die bleef 10 maanden thuis en stopte daarna definitief. ChristenUnie-Kamerlid Carla Dick-Faber stopte vanwege de hoge werkdruk en zei, ik wil mijn leven terug. Okje Tellegen van de VVD kreeg een burn-out en zakte op de trap van de Tweede Kamergebouw in elkaar. En ik hoop niet dat dat op die roltrap naar boven was, want dan blijf je maar vallen, zeg maar. En dan hadden we natuurlijk ook nog Pieter Omtzigt. Ook die zat maandenlang thuis met een burn-out. Moet ik wel bij zeggen, bij Pieter Omtzigt kun je ook gewoon zien dat hij te hard werkt. Nu ligt die zaak van Navalny op tafel. Sterker nog, ik zit hier in een andere vergadering in de Raad van Europa om te kijken hoe Navalny onderzocht kan worden vanuit Europa. Hij zit tijdens die vergadering op zijn laptop ook mee te doen met een andere vergadering. Dit is krankzinnig. Er is gewoon... Oh shit, sorry. Garage Lubach, zeg het maar. Ja. En gaat het dan om de sedan of om de station variant? Ja. Nou, heel goed. Nee, mag u hem vrijdag even langsbrengen. Doen we meteen na APK. Yes? Oké, okay. Dag, dag. Ja. Sorry hoor, het is echt gek huis. Maar goed. Die Tweede Kamerleden krijgen dus massaal burn-outs. En dat is niet alleen vervelend voor die Kamerleden zelf, maar ook voor ons. Want zij moeten de regering controleren. Toeslagen, gaswinning. Het is fijn als iemand die bestuurders in de gaten houdt. En dan denk je, geef die Kamerleden meer medewerkers. Zeker ook een goed idee, maar daarmee los je niet alles op. Want Kamerleden moeten dan nog steeds zelf naar al die debatten. En dat valt soms nog niet mee. Voorzitter, ik ga iets eerder weg. Dat is niet vanwege desinteresse, maar dat is omdat tegelijkertijd ook het debat over sport is. Om 11:15 moet ik helaas naar een ander debat. Ik heb straks ook nog een ander debat, dus wellicht dat ik iets eerder vertrek. Ik ben nu even uit een andere vergadering gelopen. Ik ga er zo meteen ook weer terug naartoe. En voorzitter, ik moet helaas weer naar een andere vergadering. Ik moet door naar een volgende afspraak. Meneer Van Houwelingen gaat naar een ander debat. Ja. Nee, u moet toch een ander debat doen. Voorzitter, ik was hier ook wat later omdat ik net als de heer Quint vanochtend ook nog een ander debat had. Ik moet om 11:55 even weg naar evaluatie wet dieren. Daarna kom ik gewoon weer terug. Ja. Met één ding zeker, Caroline van der Plas komt altijd terug. We hebben dus zo weinig Kamerleden dat ze op meerdere plekken tegelijk moeten zijn. En dat is voor een kleine partij als de PvdA al lastig. Maar voor nog kleinere fracties, zoals de ChristenUnie, Denk en Volt, is het al helemaal niet te doen. En ja, 21 is bijvoorbeeld maar met z'n drieën. Dus Joost Eerdmans, die zit in de commissie Volksgezondheid, Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Digitale Zaken, Economische Zaken en Klimaat, Europese Zaken, Justitie en Veiligheid, Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En dan zit hij ook nog in de parlementaire feestcommissie. Ik ben ook in het avondleven DJ Jopie. Dan gaat die hele tent door elkaar. Ja, het is prachtig. Ja, veel mensen skippen die feestjes, want de illegale raves van Kees van der Staaij zijn gewoon veel leuker. Ja, er zit gewoon een rauw randje aan of zo. Eens als de bazuinen klinken uit de hoogte links en rechts. Wordt de hit van 2024. Maar goed, er zijn dus te weinig Kamerleden om de regering goed te kunnen controleren. Dus dat aantal moet omhoog.
En ik dacht altijd, de Tweede Kamer heeft 150 zetels. Dat hoort zo. Dat kan niet anders. Dat is een gegeven. Maar natuurlijk kan het wel anders. Want kijk, check dit. Hier in 1848 had de Tweede Kamer maar 68 leden. En het idee was dat het aantal Kamerleden zou meegroeien met de bevolking. Nou, in 1888 waren het er al 100. Dat bleef een tijdje zo. En toen waren het begin jaren 40 opeens 0. Ik weet ook niet wat daar is gebeurd. Geen idee. En in 1956 werden het er 150. En dat is dus nog steeds zo. Het is gewoon gestopt. Terwijl, check wat er met de bevolking is gebeurd. Er zijn sinds 1956 7 miljoen mensen bijgekomen en 0 Kamerleden. Dus de bevolking fuckte als konijnen, maar parlementariërs als reuzenpanda's. En er wordt wel eens voorgesteld om er iets aan te doen, bijvoorbeeld in 2012 door Mark Rutte zelf, maar die wilde juist minder Kamerleden. En let even op, dit was nog in de tijd dat ze 's ochtends altijd een topless ministerraad hadden. Verder vandaag hebben we ook een normale ministerraad gehad. onder andere vandaag besloten tot het indienen van een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer, waarmee het aantal Kamerleden van diezelfde Tweede Kamer wordt verminderd van 150 naar 100. Ja, dat is best bij de hand. Je bent net premier, je wordt gecontroleerd door 150 mensen en je voorstel is, we gaan 1/3 van jullie ontslaan. Weet je waar ze trouwens wel snappen dat je genoeg politici moet hebben? In alle andere Europese landen, hier Denemarken bijvoorbeeld, wonen veel minder mensen dan bij ons, maar hun parlement, het Folketing, heeft 179 zetels. Dat is fucking veel. Zweden heeft maar 10 miljoen inwoners, maar hun Riksdag heeft 349 zetels. Roemenië, iets meer inwoners dan wij, maar de Camera Deputatilor heeft 330 zetels. Oostenrijk, 9 miljoen mensen. De Nationaalraad heeft 183 zetels. België, 11 miljoen inwoners. En toch, net als wij, 150 zetels in hun zottenhuis. Ik weet niet. Ik weet niet of dat zo heet. Weet ik niet. Ik denk het wel. Echt, de enige landen met een kleiner parlement dan wij zijn landjes als Letland, Liechtenstein en Monaco. En dat klinkt als de chillste EK-pool ooit. Maar verder wil je daar dus echt niet bij horen. Dus echt, er moeten gewoon een heleboel parlementariërs bij. Laten we het verdubbelen. 150 erbij, dat zijn de kosten niet. Of nou ja, het zijn de kosten wel, maar dan doen we gewoon, gewoon één koning minder. En dus, win-win. En dan zeg je misschien, ja maar ho, met 300 zetels kun je toch nog steeds allemaal piepkleine fracties krijgen. Hè? Dan zitten we straks met mini-partijtjes als Vuurwerk 24/7 en Leefbaar Gehaktbal in de Tweede Kamer. En die krijgen dan alsnog allemaal een burn-out. Maar daar heb ik ook aan gedacht, want dan doen we gewoon een kiesdrempel. Een heel kleintje. Hey, je moet minimaal 2 zetels halen. Dat is nu 1 en dan is die drempel dus precies even groot als nu. Echt, ons parlement kan en moet veel groter. Dat zorgt voor minder werkdruk, grotere fracties en betere controle van de regering. IDET, artikel 51, lid 2 van de grondwet. Nou ja, mij lijkt dit dus een uitstekend plan, maar ik check dit toch voor de zekerheid nog even bij onze Haagse correspondent Soumaya Aghwawi. Soumaya, goedenavond. Goedenavond, Arjen Lubach. Ja, hey, eerst even. Herken jij het beeld dat Tweede Kamerleden veel te hard werken? Nou, ze werken zeker hard. Niet correspondent bij de avondshow hard, maar wel hard, ja. Ja. Allemaal? Nou, de fascisten wat minder. Ja. Die gaan niet zo vaak naar debatten, dus die blijven lekker fris. Ja, oké. Okay, nou, dan even snel naar mijn oplossing. Meer Tweede Kamerleden. Vinden ze dat een goed idee, die politici? Nou, ik heb een beetje rondgevraagd. Het is heel wisselend. Laurens Dassen van Volt had meteen een heel betoog. Fucking saai, dus geen idee wat hij zei. Pieter Omtzigt zei dat hij te druk was om te antwoorden. Dus toen heb ik de vraag als dossier van 193 pagina's op zijn bureau gelegd. Had hij binnen een kwartiertje antwoord. En hij is voor. Oké. Okay. En de VVD, willen die nog steeds naar 100 zetels? Nee, de VVD wil naar 130. Ging dat niet over snelheid? Ja, dat weet ik allemaal niet. Oh, oké. Okay. De Partij voor de Dieren vindt meer Kamerleden prima, maar dan wel met vrije uitloop en voldoende daglicht. De CDA maakt het niet uit hoeveel het er zijn. Als we allemaal maar een beetje respectvol met elkaar omgaan. Ja, oké. Okay. En ja, 21 zei dat de CDA zijn kankerbek moet houden. Oké, okay. Maar... ja. Ja. Dat plan voor meer Kamerleden, is dat haalbaar, denk je? Sorry, wacht even. Heel even hoor, Arjen. Ik moet even naar mijn andere klus voor WNL. Wat voor WNL? Wat, wij zijn nu bezig, hè? Ja, het is een drukke tijd, Arjen. Wat? Wat de fuck is dit? Welmoed, hi.
Ja, we hebben inderdaad wel heel veel asielzoekers in Nederland. Jongen, jongen. Maar als iemand het op kan lossen, dan is het Caroline, denk ik. Wat, Soumaya? Hallo? Wat? Ik kom zo bij je, Arjen. What the fuck ben je... Wat is hier? Wat? Hey, Bridget. Ja, heel kleine, Jamie Vaas, ja, Monica Geuze. Inderdaad, vet heftig. Oké, dankjewel. Ik zal natuurlijk wel vaker afronden. Bij dankjewel, Soumaya. Dreetje, dreetje. Soumaya, momentje, hallo. Bridget. Ja. Dit was Soumaya Ahouaoui voor Goedemorgen Nederland, RTL Boulevard... Nee. En de avondshow met Arjen Lubach, ja, live vanuit Den Haag. Allemaal niet hier. Soumaya, dankjewel. Schrijf het lekker, Bridget. Ik heet Arjen. Tot zover Soumaya Ahouaoui. Deze, wij hebben de grondwet weer net ietsje beter gemaakt. Dus tot zover. De avondshow. Grondwetpakket. Meer avondshow, ga naar NPO Start. Meer economisch nieuws, ga naar RTL Z. Wat? Waarom maken we eigenlijk reclame voor RTL Z? Is dat per se nodig? Nou ja, moeten we het misschien even over hebben dan nog.